Hartelijk welkom bij alweer de derde vlog van Doc en... Van Jazeker, en we zijn op weg naar... De kinderboerderij. In Heemstede. Maar we zijn een beetje aan de laag. Ja, we hebben geloof ik nog 8 minuten en dan gaat die kinderboerderij sluiten. Dus we gaan... Kom op, Tante Dap, we moeten snel door. Ja, Tante Dap die rijdt op een elektrische fiets, maar ze is niet zo heel snel alsnog. Nou, ik fiets op, lijkt wel een beetje het kinderfietsje van Tante Dap. Maar ik heb goede beenspieren gelukkig. Ik fiets tegen toen ik 12 werd. Oh, zou het? Oh, kijk eens. Oh. Kijk eens eventjes. Nou, het is toch wel. Maar dat is goed, Tante Dap. Ze werd een beetje bokkig hoor. Ja, u moet zich ook niet zo hitsig gedragen natuurlijk. Weet je wat een van mijn mooiste complimenten was ooit van een lover? Die zei tegen mij, Dap. Je hebt eigenlijk een soort geitenogen. Ja, heel vervelend. We zijn nou het plopkapje van onze microfoon kwijt. Dus we zijn even aan het zoeken. Ja. Maar nou is het een beetje vervelend. Want omdat... er liggen namelijk ook erg veel keutels. En die lijken sprekend op zo'n plopkapje. Ja, ja, precies. Ja, het is... Zeg jongens, waarom laten jullie zulke keurtels die daarop lijken? Ja, dat is toch niet meer te... Dus, oh, god. Iets anders bedenken. Oh joh, ik zou een beetje uitkijken. Zou dat hem zijn? Het is hier een en al plopkapjes. Ja. Helaas hebben we geen plopkapje meer gevonden. Maar we hebben voor jullie wel een hele belangrijke mededeling. Over, nou het duurt nog even, het duurt nog een paar weken. Maar ja. Wij gaan in oktober gaan wij samen naar Polen, naar Krakau. We gaan samen op vakantie. Ja. En we gaan ook een kennisje opzoeken. Dat is Anna. Ja, je kan rustig zeggen, het is een vriendin hoor. Een vriendin. Het is meer dan een kennis. Ja, ze woont in Krakau. In een Een soort burg. Een soort kasteel. Hè? Het is heel bijzonder. Nou, dat gaan we allemaal meemaken. Hartstikke leuk. Ja. Vergeet je dus niet te abonneren, want dan kun je over ongeveer een maand ook onze Poolse avonturen gaan volgen. Hartelijk dank voor het kijken en tot de volgende keer bij Doc en Tante Dap. Lieve schat, dat is Kroos. Hoe bedoel je wat Kroos?